Hallo, ik ben Shane Schalke. We hebben voor jullie een selectie gemaakt van een aantal tips. Hopelijk helpt het jullie tennisspel weer een stukje vooruit. En nou, de tip van vandaag is eigenlijk een heel basic tip. Snel voorbereiden. Nou, wat is snel voorbereiden? De bal die komt aan en de bal die stuit, dan is hij heel dichtbij. En wat je dan vaak ziet, is dat ze op het allerlaatste moment het racket naar achteren doen. Ja, dan kun je natuurlijk niet meer lekker tennissen. Wat je wel kan doen, kijk naar de tegenstander. Je ziet dat de bal van het racket afkomt, dan zie je hem vliegen. Dan denk je, hey, dat wordt de voorhand. Meteen, hup, de punt van je racket naar achteren. Kijk, dan heb je nog tijd om in te stappen en heb je alle tijd om te spelen. Dus snel de punt van je racket, hup, naar achteren. Dat geeft je heel veel rust in je tennis. Heel basic tip, maar probeer die maar eens in te vullen.